Het project Artback van Stop Eet Snel. Hoe bijzonder is dat project? Nou, ik vind het altijd een ludiek project. Want punt 1 heb je er echt wat aan, zeg maar. En het ziet er leuk uit, maar het doel is natuurlijk nog beter. En het is ook ludiek en dat vind ik er leuk aan. Ja, het is gewoon een heel bijzonder project. Kijk, ten eerste is het al bijzonder dat iedereen werkt belangeloos mee. Dus alle ontwerpers die zo'n tas ontwerpen, die doen het gewoon voor niks. Gewoon omdat ze het gewoon heel leuk vinden om te doen, omdat ze het doel heel goed vinden. Ja, en het gaat elke keer heel erg goed. Hoeveel hadden we vorig jaar opgehaald? Meer dan 300.000 euro. Dus daar moeten wij vandaag overheen. Dat is een flinke klus. Ja, moet je nagaan, dat zijn 60.000 tassen die dan verkocht worden. Heb je ook gezien wat voor BN'ers er vandaag meegelopen hebben? Dus dat maakt het natuurlijk al bijzonder. Jeetje, we hebben een hele scala aan leuke mensen waar je natuurlijk gewoon een handtekening van wilt. Tenminste, ik zelf dan eigenlijk. Ja. Nou, ik vind het een bijzonder project omdat het een media-geniek project is. Iedereen vindt het leuk om naar te kijken. Het is heel mooi om hetgene wat wij hebben hier, alle ruimte die we hebben in zo'n mooie winkel met fantastische ontwerpers en kunstenaars, om dat te combineren met zo'n mooie actie. En dan heb je dus een hartstikke leuke tas die jaren goed blijft voor 5 euro. En die 5 euro gaan gewoon direct naar die aidswezen toe. Dat wordt, de aidswezen moet je voorstellen, die krijgen zorg op maat. Wij zeggen 5 euro kan je een aidswezen een maand voor naar school sturen. Maar het is natuurlijk zorg op maat. En het is fantastisch dat je met zo'n actie als dit zoveel aandacht kan genereren daarvoor. Want het is erg belangrijk dat het gebeurt. Jij zei net heel mooi tijdens die catwalk ook. Ik zei, wat vind je van deze creatie? Is dit een beetje up-to-date of niet? Toen zei je, nou, je kunt met zo'n tas eigenlijk niet miszitten. Want je laat altijd zien dat je een goed doel steunt. Ja. Nee, ja. En als iemand zegt, wat heb je een stomme tas bij? Dan zeg je, hallo, het is wel een spijkers en spijkers. Ja, of het is een Keith Haring. Precies. Of het is een blond. Bedoel je, het is altijd goed. Jij nou bij je bitch. Ja. Hey, ik steun een goed doel. Kijk, ik steun tenminste Stop Eet Snel. Ja, inderdaad. Maar ik vind dat jullie ook even een tasje moeten gaan kopen. 5 euro. Ja, 5 euro. Kom op, jongens.